Yo, best van je leuk te kijken naar een nieuwe Minecraft Survival video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij verder met mining, denk ik. Want we hebben geen diamonds meer, of we hebben nog 9 diamonds. Maar we hebben echt dringend diamonds nodig. Ja, want we hebben deze keer natuurlijk. We hebben diamond boots, 3 zelfs, ja. Maar volgens mij hadden we in deze kist hier hadden we nog meer keer in zitten. Ja, we hebben nog pants van diamonds en een zwaard van diamonds. Ja. Maar die gaan we eerst kijken wat voor enchant we kunnen krijgen. Daarop. De rest is er al geenchant, dus. Oké. Okay. Ja, dat hadden we de vorige keer aan het doen. De vorige keer waren we XP aan het verzamelen voor enchanting. En dat 21 levels gaan we kijken wat we kunnen van die 21 levels. Ook gaan wij vandaag bij de koeien kijken. Gaan de koeien even opnieuw fokken. Want hoe meer koeien we hebben, hoe meer koeien we kunnen doren natuurlijk. Voor leer en hoe meer boekenkast we kunnen maken. Protection 2. Ik kan liever protection 3. Kun je hier op krijgen. Been 2. Ja, ik denk dat we een leveltje moeten gaan wegbranden. Even kijken. Power 1. Prima. En wat kunnen we hier op krijgen? Een protection 2 protection. Nee, liever niet. Hier. Smite 2, smite 1. Nee. Wat heb ik nog meer wat wij kunnen... kunnen we iets wat we kunnen enchanten? Mijn boog. Kunnen we die... wat staat hier dan? Unbreaking. Gewoon simpel. Unbreaking. En dan. Unbreaking 3. Oeh. Ik denk als we die doen dan we alleen Unbreaking 3 krijgen. Ja. Wat kunnen we op het zwaardje krijgen dan? Knockback 1. Allemaal knockback 1. Oké. Okay. Ah, kijk eens, dat is een goed zwaard. Sharpness 2, knockback 1, fire aspect 1. Oké, okay, het is niet maximaal, want het is natuurlijk geen level 30. Enchant. Maar, dat is wel goed. Echt wel goed. Oké, okay, wat kunnen we nu op het boekje krijgen? Oké, okay, doen we dat ook, wat krijgen we? Alleen een unbreaking 3. Daar was ik al bang voor. Jammer. Oké, okay, we hebben hier protection 1 op staan. Hier een unbreaking 3. Protection 1. We houden de protection dingen aan. Dus het broekje... Neem we niet mee. Voordat het op zijn zwaard staat, smite 1. Dus we houden het broekje en ons zwaard, dat we net geenchant hebben, nemen we niet mee natuurlijk. We gaan dus dit even terugleggen. Hier, we hebben wel een heleboel iron. Ja, en ik heb een boek. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan even naar onze farm hiernaast. En die gaan we even oogsten. Ja, en dan gaan we... Oh, dat hoeft niet te oogsten. Dat had ik al in de laatste aflevering gedaan. De zoeker kan ik ook laten staan voor het geval dat wij wat nieuwe leer hebben. Heb ik hier, nee dat is de stone, de farming. Oh, kijk wat een... Oké, waarom ga ik niet zo? Okay. Ik heb een heleboel wiet. Deur ook als dicht, want ik wil niet de creepers naar binnen komen. Want ik heb vernomen dat de plugin die ervoor zorgt dat creepers hun omgeving niet ontploffen wanneer ze ontploffen. Ja, die, ik denk dat jullie die wel kennen, als jullie langer kijken naar mij naar deze serie. Die plugin die werkt niet altijd goed. Nee, omdat de server voor 1 aflevering 1.9 is gezet, heeft het sommige plugins echt overhoop geholpen. Dat was ook bij de MCMO. En die doet het dus wel. Ja, kijk, dit is mijn MCMO stats aan de rechterkant. Als je ze wil zien. Mining is de hoogste natuurlijk. Swords. Ja. En Axis wil ik ook omhoog helpen. Maar dat kan op dit moment nog niet. Dus we gaan naar onze koeien. En die zijn dus daar. Wil ik ook even bij onze kippen kijken? Heb ik seeds bij me? Nee, de seeds heb ik achtergelaten. We kunnen even kijken wat eieren liggen. Ja. Oh, er liggen wat eieren. Er waren natuurlijk wat kippen geslacht in een van de laatste afleveringen. Dus even kijken, we hebben wel een stack aan eieren. Nou, dat is niet zoveel. Zijn er nog meer eieren? Nee. Oké, okay. Hier is een ei. Dat is een wilde kip. Ik wil gewoon luisteren. We gaan niet kijken hoeveel kippen er komen. Oh, en dan tik, 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 tik en is weer klaar. Hier heb ik ook een wheat farm. Ja, ik weet niet waar we deze wheat farm nog voor nodig hebben, eerlijk gezegd. Hier was de eerste mijn die we gebruikten. Omdat we eigenlijk toch nooit hier zijn, groeit de wheat ook eigenlijk niet. We kunnen deze wel een keer gewoon totaal gaan farmen en niet weer herplanten. Ja, ik kan de offscreen wel een beetje AFK staan hier. En dan kunnen we in aflevering kunnen we dan alle wheat gaan oosten. Gaan we dan niet herplanten, want dat hebben we eigenlijk niet nodig. Hallo meneer Schaap. Dag meneer Schaap.
Onze koeien die zijn dus daar, bij de grote rode paddenstoel. Ja, gebruik ook helemaal niet meer de paddenstoelen. Paddenstoelgroeien hadden we toen. Hadden we echt, dat was echt onze enige manier van eten die we toen hadden. Oké, kunnen we in het water jumpen? Nee. Oké, dat is veel, veel. We gaan even kippetje eten. Hoeveel hartjes geeft, of hoeveel eerste hartjes geeft nog? 3. Dat is heel nice. Dus kip is eigenlijk als voornaamste eten nu. En hier zijn onze koeien. We gaan als koeien. Wel eerst even. Wat is dit precies? Oh ja, dus, dit is de plek waar ik mijn Netherward wil gaan. Plaatsen. Ja, dus moet ik wel eventjes een mooi trapje naar beneden maken. Netherward moet zoals je weet groeien in het donker. Dus dan gaan we dat dus hier doen. Ja, en een mooi plekje. Ik heb er hard in gemaakt om deze paddenstoelen te laten groeien. Maar toen kwam ik erachter dat het dus op die andere manier ook kon. Veel makkelijker manier. Dus dit zijn onze koeien. Die zijn aardig gegroeid, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Er zijn geen kalfjes meer, maar we gaan ze gewoon even... gewoon farmen. We gaan de koeien wel even farmen. Zo. Op termijn wil ik het liefst dat onze koeien allemaal... Even kijken, als je één koe die hartjes, kunnen we een andere koe krijgen die hartjes heeft? Als we nog een kalfje kunnen maken? Nee, helaas. Op termijn wil ik 2 koeien meenemen naar daar. En dan wil ik een automatische koeienfarm gaan maken. Denk je van, wat bedoel je met een automatische koeienfarm? Dat wil ik dan nog wel uitleggen, wanneer we dat gaan maken. Ja, want we zijn heel veel bij ons huis. En als we in een achtertuin dan een gebouwtje hebben, het is een soort van gebouw. Een redstone machine is het eigenlijk. Ja, dus we zijn er altijd in de buurt, in de chunk, dus daar kunnen de koeien gaan groeien, of de kalfjes gaan groeien. Dan kunnen we elke aflevering 1 of 2 keer de koeien gaan breeden. We gaan helaas deze koeien door. Voor de Lea. 2 Lea erbij, dan gaan er 2 boeken, dus ik wil 1 boekenkast weer bij. Heb jij nog een Lea gegeven? Ja. We gaan niet alle koeien door. We gaan er een paar door. Nog 1 denk ik, als je ons Lea geeft. Nee, dan moet er nog eentje. Perfect. Even kijken. We hebben nou... Ik heb 1 boek. Ja. En we moeten dus even kijken. Ik wil 8. Dus ik wil eigenlijk nog 1 leer erbij hebben. Oh, jij beschermt je kalfje, dus ik ga jou niet doden. Jij. 8. Perfect. Gauw door. Gauw dicht doen. Oké. De koeien die kunnen groeien. Ik ga nou niet de koeien overhalen naar dat eiland. Want dat gaat lastig worden. We gaan even terug naar ons huis. We kunnen home doen, want ik heb mijn home nou daar gezet. Ja, dat is heel handig. We hebben dus 8 leer, plus we hebben nog een boek hierin. Ja. Dus wat we gaan doen is, we gaan even kijken. Heb ik papier ergens? Oh, verkeerde knopje. Een heleboel mushroom stew. We hebben nog wat brood. Dus we hebben eigenlijk nog wat eten voor nood. Ik heb hier papier zitten. Ja, ik wist dat ik echt papier had. We gaan dan sugarcane ook even oogsten die daar staat. We kunnen even makkelijk oogsten. Oké, niet dat alles omdat ik naar beneden valt. Oké, we zijn een herbalism level verder. Dat is nice. Oké, zo, dat kan dit even lekker groeien. Is er niks in de zee gevallen? Jawel. Oké, we gaan even checken wat ik... Kijk, ik wil geen sugarcane achterlaten. Straks komen er eentje te kort en dan lag er dus eentje in de zee. Hier lagen er zelfs 2. En, oh, ik wil nog wat oprapen. Oké, 26 zoekerkens. Nice. Toen gaan we meer boekenkasten maken. We kunnen dus volgens mij nu 3 boekenkasten erbij maken. En dan kunnen we ook gelijk even checken hoeveel... boekenkasten we nog nodig hebben. En welke level we kunnen tot nu toe kunnen blijven. Dus we kunnen nu 8 boeken erbij maken. Kijk wat papier ook kan. Ja, qua papier kan het ook. Dus we hebben 9 boeken... dat betekent dus eigenlijk dat wij, als we wat hout pakken, ik heb nog wel eens hout liggen. Ja, maar niet zo heel veel. Ja, ook een stek aan logs. Dus dat maakt niet veel uit. Precies 9, perfect. Hoe maakt je boekenkast? Oh ja. Ik weet precies hoe dat zat. Ik heb meer hout nodig. Oh nee, volgens mij moet het zo lukken. Kijk, we hebben hier dus 3. 1, 2, 3. Zo, perfect. 3 boekenkasten erbij. Dus we gaan eventjes hier en we gaan ze even plaatsen.
Oké. 1, 2, 3. Oké. Heb ik iets bij me wat ik kan enchanten? Oké. Welke level kunnen we nu? 22. Oké. Dat is nice, 22. We hebben dus nu... Even kijken. In hoeken hoeven geen boekkasten. 3 boekenkasten. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16. Oké. Dus we hadden dus 11. En we moeten nog 5 boekenkasten bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 boekenkasten ongeveer. En dan kunnen we level 30. Dat is ons doel. Als we naar onze money gaan. Kun je zien dat we niet genoeg geld hebben voor een boekenkast. Een boekenkast kost $140 in de shop. En we kunnen, zoals als je het nog niet weet, even nieuw bij de serie. Dan kun je alleen, we kunnen alleen naar de shop gaan. We krijgen alleen maar geld krijgen voor de shop. Door bijvoorbeeld dingen te vinden als horse armen, zadels, name tags. Name tags kun je ook inruilen. Ja, die kun je inruilen voor $100 per stuk. En we hebben er een stuk of 4, maar dat gaan we niet doen. Want ik vind name tags altijd handig om te hebben. Dus dat gaan we niet doen. Ik weet niet hoeveel precies wij hebben. Even kijken. Voor mij zitten ze hierin. Ja, 4 stuks. Is er dan niet nodig als ze 2 verkopen? Dan, even kijken. Als we 2 verkopen, krijgen wij de $200 voor. En dat is net genoeg voor 1 boekenkast. Dus ik vind dat niet echt nodig. En de diamonds kost $120 of zo in de shop. Dus dat is niet nodig. Wat we gaan doen is, we gaan dus minen. Ja? En wat we gaan doen is, we gaan aan deze kant van onze farm. Ja, ik had ik geen shovel bij me? Ik dacht dat ik een shovel had. Heb ik die niet meer? Shovel. Ben ik nou gek? Ik dacht dat ik een shovel had. Niet. Dus, nee. Wat we gaan doen is, ik ga even mijn inventory schoonmaken. Ik zie dat ik wat... Een steek heb je nog hierin. Dan kan de cold kan eruit. Oh, nog meer iron. En chickens die doen we in de food chest. Dit geeft ons wel heel veel levels. We gaan even al onze ovens naar kijken wat allemaal in de oven zit. Hier zit steen in. Oké. Ja, de steek heb ik ingedaan. Dus de stone kan in de stone chest. Ja, dan hebben wij wat, nog wat food in onze food chest. Die kan hierin. En dan we meer eten? Nee, dan gaan we naar de farmtje. We gaan even wat inventory leegmaken. Ja, dit kan hierin. Wat kan nog meer hierin? Nee, meer kan er niet. Hoeft er niet in. Nee. Oh, dat papier doen we ook weer hierin. De bloem. Ja, die kan hier ook eventjes in. We gaan gewoon eventjes... even kijken. Dit kan in de mobs. Die kan in de mobs. Die. Dus we gaan gewoon het boel een beetje schoonmaken. De houtblokjes houden we bij ons. Dit kan hierin, dit kan hierin, dit kan hierin. Er is een heleboel gold. Ik weet niet precies waar we de gold voor gaan gebruiken. Misschien dat wij een gebouw maken van gold blocks of zo. Ik heb geen idee. Shovel. Ik dacht toch echt dat ik een shovel bij me had. In het begin van de aflevering dacht ik echt dat ik een shovel zag. Hier is dat shovel. Ja, dat dacht ik al. De fishing rod hebben we niet nodig. Dus die laten wij gewoon hier. Nemen we dit spul mee? Nee, ik denk het niet. Kijk, hier is allemaal troep. Met troep bedoel ik, speel ik uit mijn inventory toe wanneer ik gauw even iets moet doen. Zowel onscreen of offscreen. Dus dan moet ik er een keer doorheen bladeren. Of even op mijn pad kan ik ook in de fik steken, want ik heb het toch niet meer zo nodig. Wat we wel gaan doen, we gaan eerst eens slapen. Dus we gaan deze kant het huis weer binnen. Even dicht doen, maar ik wil geen creeps naar binnen. Oké, als de enchanting room begint aardig vorm te krijgen met de boekenkasten. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat er in Minecraft zo'n gedoe zal zijn, boekenkasten. Ik speel aardig lang Minecraft en de seizoen 1 van Minecraft Survival was echt een seizoen dat ik heel lang gespeeld heb. Ja, een maand of 2. Niet dagelijks, nee, dit serie dagelijks, maar die serie was toen niet dagelijks. Maar dag, simpelweg, ik ging 1 aflevering minen en ik had genoeg voor 15 boekenkasten, dus voor level 30 enchants. Dus dan maak je daar niet zo moeilijk over. Maar nu moet je echt koeien farmen en je moet koeien slachten voor het Lea. En zoek ik even farmen voor het papier en voor de boeken. Ja, dus ik had eigenlijk nooit verwacht dat zo'n groot. Zo'n groot iets zou zijn. Dus even kijken. Wat ik ook moet doen is. Als ik een button maak zo. Ik doe een button hier zo. Maar dan gaan niet alle twee de deuren open. Dat vind ik jammer.
We kunnen wel zo doen. Ik kan daar binnen. Ja, maar die kunnen we een beetje anders doen. Kun je het anders doen? Daar eentje in de midden plaatsen, dat we gewoon zo op de button kunnen drukken. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Sorry. Oké, we houden die dan wel even bij ons. Eerst een plot die klaar is. Nog maar zo. Okay, nou, ik heb feed bij me en wat zaadjes. Maakt niet veel uit. Even kijken. Hier gaan we beginnen met graven. Dus wat we gaan doen, we gaan gewoon naar beneden graven hier. En we gaan kijken waar we uitkomen. Of we een grot tegenkomen of niet. Of dat we gewoon naar diamond level gaan. En dan gewoon gaan stripminen, zoals dat heet. Dus dan gaan we kijken. Want ons doel is vandaag diamonds vinden. We gaan gewoon voor de diamonds. We hoeven niet bang te zijn dat deze pickaxe kapot gaat. Die is efficiency 2. We kunnen gaan fixen. Dus ja. Hopelijk gaan we niet dood. En in zo'n grot wat onze vorige mining aflevering niet gebeurde. Ik heb er al steeds nachtmerries van. Nee hoor. Maar hopelijk gebeurt dat niet. Nee. Ik weet natuurlijk niet of we alle grotten al gevonden hebben op dit stukje grond van ons. Ja, het is niet zo'n groot stukje grond voor degenen die nieuw zijn. We spelen hier Island Survival. We hebben een stukje grond van 800 bij 800 blokjes groot. Ja. Met een paar eilandjes ertussen. Ja, dus we hebben geen onbeperkt land waar we kunnen gaan minen. Ja, want er zitten muren omheen. En die muren die lopen van bedrock, helemaal van level 0 tot aan level 50 of zo. Oh nee, level 100. Zoiets. Dus te hoog in de lucht. Ja, dus. Dus we kunnen niet zeggen van onder de muur doorgaan. Of over de muur doorgaan. Over de muur gaan mag. Of kan wel, maar mag niet. Nee, dat is niet eerlijk. Dus we gaan gewoon naar diamond level. Persoonlijk vind ik diamond level op. Level 11, dan mine ik meestal met diamonds. Iedereen heeft eigenlijk een beetje zijn voorkeur. Sommigen gaan level 12, 13, sommigen iets nog zelfs lager dan 11. Ik ga meestal naar 11. Ja, daar heb ik het in het verleden altijd het meeste geluk mee gehad met diamonds. Nou, iedereen heeft zijn eigen voorkeur daarin. Dus we zijn nu op level 12 en dit is level 13. Redstone, neem ik wel mee. Het geeft wat XP. Dat is eigenlijk de enige waar het goed voor is. Dus we gaan zo even doorminen, zo. Oh, gravel. Ja, ik ben geen groot fan van gravel. Gravel is soms vervelend. Of tenminste, meestal is het vervelend. Oké, okay, dat moeten we wel even gaan weggraven. Oké. Okay. Dus we kunnen weer door. Hopelijk. Ja, ik kan mijn mining stats wel even wegdoen. Ik hoor water. Ik hoorde water. Waar was het water? Oh, de gravel. We gaan gewoon door. Ik hoorde geen zombies of wat dan ook, dus. Oh, dat remind me even om de harde mobs aan te zetten. Ja, dat is de plugin die ervoor zorgt dat de skeletons en de zombies armen aan hebben. Dat ze moeilijker zijn te verslaan. Ja, dat gaat niet standaard aan. Wanneer een tijdje lang niemand op de server zit, dan gaat het uit. Ik hoorde spider. En de zombies. En lava. Oké, okay, nice. Is er een stukje disconnect? Lava. Oké. Okay. Waar zit het? Is het de disconnect? Hallo? Hoor ik nog iets? Hey, Colt. Oké, het is niet deze kant, want ik hoor de spinnen niet meer zo goed meer. Misschien deze kant. Yep, deze kant. Oké. Okay. Oh, ik wil niet in mijn inventory. Dus we gaan even kijken naar deze kant. Oké, okay, lava. Lava is altijd goed zeker als je diamonds zoekt. Oké, maar hier zitten geen diamonds. Dit is een klein lava lake onder ons huis. Dat is fijn om te weten. We gaan het meest gaan we nu eventjes weghalen. Ja, oké. We hebben geen lava buckets nodig. Het is geen PvP. Het is. Ik zie daar redstone zitten. Ja. Maar.
Ik zie dat de grot hier doorloopt. Klopt dat? Ja. Oké. Okay. Dat is een probleempje. Wordt dit wel lepjes? Ik denk niet dat we lepjes nog echt nodig hebben. Maar oké. Okay. Maar terug naar het plekje hier. Hier horen we de mobs. Ah, hier is dus de grot. Oké. Okay. Slash fix. We gaan onze pickaxe even fixen. En dat betekent dat het weer heel is. Dus kunnen we om de zoveel minuten kunnen we dat doen. Dus een cooldown. Holy shit, wat is dit een lava grot. Oké, okay. Ik hoor hier zombies. Waarschijnlijk zitten ze hier boven of niet. Ja, ze hebben geen armen aan. Maar ik wil even zorgen dat ze even weggaan. Niet dat ze ons straks in de lava duwen. Dat zou niet goed zijn. Oh, dit is koud in armen. Hallo zombie. Doei zombie. We hebben een hoog zwart level. Dat betekent dat wij gauw wezens kunnen doden. Dat betekent dus die witte dingetjes die je zo ziet. Dat betekent dat ze bleeden. Dat betekent dat onze... Oh, skeleton. Die. Heel creeper. Creeper is al dood voordat hij kan oploffen. Oh, daar zijn de zombies in de armen. Hallo mijn zombie arme vrienden. Oh, ik dacht er een diamond block daar, bij de lava. Maar dat is een skeleton met een diamond helm aan. Die in de lava sprong. Niet slim skeleton. En dan zit je weer in de lava. En dan... You die. Oké, nog meer lapjes. Oké, ik ga even wat eten. Ja. Zo. Is er nog meer lapjes? Een heleboel lapjes zelfs. Ik hoor een skeleton. Of een zombie. Oh my god, van lapjes. Als ik nou eventjes... we houden dit wel even bij ons kijken of we op diamond level zitten. In diamond level doe ik het diamond niveau. Nee, het level omdat het Engels is. Oké, wat zit hier beneden? Er is een creep hier beneden. Twee creeps hier. Oh shit, ik heb maar één pijl bij me. Ja, dat is niet slim. De creeper. Hallo creepers. Oh, meerdere creepers. Dit is een soort van creeper farm dit. Een soort mob grinden. Zo, en die zijn dood. Dus we kunnen even naar boven gaan, kijken wat hier zit. En dat is een total op een stukje. Iron, ja, daar ga ik nu gelijk even voor zeggen. Iron gaan we dus niet minen. We hebben iron genoeg, we hebben anderhalf stek of zo in ons huis. En iron is eigenlijk makkelijk te vinden. In de grotten die wij al hebben gevonden. Dus dat is niet waar we nou op zoek zijn. Dus gaan we ook niet minen. We gaan er niet onze tijd aan besteden. Ja, dus wij gaan gewoon op zoek naar diamond. Dat is eigenlijk ons hoofddoel. Ja, oké. Okay. XP, ik ga ook niet heel veel moeite doen voor de XP. Hier is een creeper door te gaan, zo te zien. Ja. We gaan even dit gewoon dichten. Oh. Oké. Okay. Ik wil alleen maar van een blok hier in dat gat doen, lava. Als je mij toelaat. Goed zo. Oh, een creep en een zombie. Oké. Okay. We gaan deze mine even door. Oh! Dat is de zee. Oké. Okay. De zee komt hier is hier naar beneden gekomen. Het is een heel mooi grot. De grotstelsel zitten we nog helemaal niet tegengekomen zijn. En wat eigenlijk onder ons huis zit, of niet? We zitten nu onder Deep Ocean, maar we zitten in de buurt van ons huis, dat wel. Oh, scouten. Oh ja. And you're dead. Oké. Oké, diamond. Dus 21. Dit is geen diamond level meer. Ik weet het. We moeten misschien meer diamonds vinden bij de lava aan de onderkant. Maar we gaan dit gewoon even doorkijken. En kijken waar we allemaal terechtkomen. Oké. Okay. Laten we ontploffen, is het makkelijker. Dan komen we hier weer uit, of niet? Yep. Nou. Dan gaan we dit kan even afdichten zo. Met blokjes, zodat weten we dat we hier niet meer naartoe hoeven. Zo. Weten we. Oké, hier ben ik al geweest. Deze kant. Wat zien we hier allemaal? We gaan hier hoog. Oké, deze kant hoeven we ook niet in.
Dus kunnen we ook even afdichten. Denk je, waarom dichten we het af? Is een manier om... om te weten dat ik er al geweest ben. Oké, hier was al lava. Oké. Hier is de XP. Oké. Dit is diamond gebied. Zo. Als er veel lava is, is de kans dat er de diamond zit. Ja, dat is algemeen bekend. Bij iedere Minecrafter die weet dat. En hallo meneer Creeper. Oh ja. En dan ploft zonder mij schade aan te richten. Dat is heel mooi. Oh, hier kwam ik binnen. Je kunt mij niet even slaan. Want je bent dood. Oké, hier kwam binnen. Hier zien we geen diamonds. Dit is een aardig grote diamond lake. Die gaat daar verder. Dus, diamond. Diamond lake. Hoor je mij zeggen diamond lake? Ik speel die wel even meegrijpen. Oké. Diamond lake. Bestond er niet maar, Minecraft. Een lake, dus een lake is eigenlijk meer vol met diamonds. Man, wat zal dat veel... veel spelers, Minecraft-spelers, dat leuk vinden. Oké, hier is ook water. Even kijken, zit hier echt diamonds? Please, laat er daar diamonds zitten. Ik heb dringend diamonds nodig. Oké, ik wil een vleermuis. Oké, we gaan eens het water afdichten. Oké. Het water komt heel hoog vandaan. Maar we hebben het nu afgedicht. Hier, loopt hier nog verder. Uitkijk dat geen skeleton komt die mij zo dadelijk het lava inschiet. Of een zombie die mij de lava ingooit. Dat zou rampzalig zijn. Oké, dat loopt me dood. Oké, we zijn nu al bijna het einde van deze mining aflevering. En we hebben nog geen diamonds gevonden. Ja? Dus dit is zo'n goede omgeving. En dan vind je geen diamonds. Hallo meneer skeleton. Bam, 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 bam. En hij is dood. Zo doen we dat, jongens. Zo doen we dat. Nee, dat zombie ziet mij niet. Oké, hier zijn geen diamonds. Oké, we gaan die kant op. Oh, ik dacht eerst dat er diamonds waren. Zombie, laat me met rust. Ik heb geen tijd voor jou. Oh, oh, oh. De lava leek nog verder hier. Dat had ik niet gezien. En nog een zombie. Zombies, ik had geen tijd voor jouw vrienden. Ze hebben ook geen tijd voor jou. Alleen je XP wil ik hebben. Oké. Dat is iron. Dit loopt verder. Ja, dus de kans is groter dat ik daar zit bij lava in de buurt. Bij lava lakes, zoals dit. Ik heb weer een zombie. Zombies, laat me met rust. Er zit gold daar. Ja, maar... We hadden ook wel meer dan stek aan gold als huis. Het enige wat nou goed voor is XP. Ja, je zit een oven, je laat het smelten. En je hebt XP. En dit is ook dood. God. Damn it, was aan de diamonds. Kom op, geef me de diamonds. Ik wil gewoon de diamonds hebben. Ja, de diamonds is alles wat ik nu naar vraag. Alles heb ik tegengekomen. Lapis, redstone, gold, iron. Maar geen diamonds. Oh, wat is dit? Een creeper bijeenkomst? Die. Goed zo. Ze luisteren naar mij. Oké, we zitten dus op diamond level. Wat is dit? Dit loopt dood. Zeg maar niet dat hij in een grot is met zoveel lava en geen enkel blokje diamond. De gold nemen we wel mee, want er komt in ieder geval iets terug. Zie hem daar staan aan, smichtig, in een hoekje. Dat denk jij wel niet. Ja, blaas jezelf maar op, je doet mij geen pijn. Zoveel gold. Oh, waarom waren dit nog geen diamond blokken? Diamond ores bedoel ik, hè? Blokken zijn nog beter zijn natuurlijk. Helemaal hele diamond blokken. Oké, dit ziet er goed uit. Oh, nee. God damn it. Oké. We hebben dus eigenlijk deze kant van de grot alles gezien. Ik moet weer wat eten. Dus wij gaan even kijken. Die kant zijn geweest, we gaan dit kant op. We gaan terug naar dat grote gat wat we zagen. Ja, waar de... Oké, dit hebben we niet gezien. Ik hoor een skeleton, dus ik ben een beetje bang om daarin te gaan. Oké, geen diamonds. Oké, we gaan dus terug naar de plek waar we dat zagen. Een hele grote gat zagen. Wat van de zee naar beneden viel. Jij gaat dood. Oké, nou is hij dood. Ik weet niet waar meer waar het was. Deze kant was het vol. Oh, deze kant was het nog niet. Hallo, creeper. Boom.
En weg is het creeper. Voor mij is hier het hoekje om. Zo. Ja. En er zijn scouten nou. Ik heb 4 pijlen. En ik heb een upbreking in boog. Daar ga ik niet meer door, jongens. Ik heb geen pijlen meer. Oh shit. Oké, wow! Oh! Dat lukt ook nog! Nice. Oké. We houden ons adem in, jongens. We gaan naar dit gat hier. Kijken waar we dan uitkomen. Oeh. Oké, niet slecht. Huh, de water in. Oké, volgens mij zit hier helemaal niks. Nee, we hebben onszelf een beetje in de nest gewerkt, jongens. Er zit hier niks beneden. Nee. Zijn hier geen grotten? Of zijn hier nog meer grotten? Oké, okay, oh, dit is de oppervlakte. Ja, dat wil ik niet in. We gaan deze kant weer op. Oké, okay, we gaan naar die grot. En dan gaan we hier de aflevering even afsluiten. We gaan deze mindtip dan wel even in 2 delen doen. Dit is het einde van deze eerste aflevering. Sorry, raar stem. Maar de eerste aflevering van, of de eerste deel van deze mining aflevering. Van deze Minecraft Island Survival. En ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer als je nieuw bent. En ik zie je allemaal in de deel 2 van deze mining aflevering op Minecraft Island Survival.